allemaal en welkom bij een nieuwe video. Hier op It's Ultrex, de enige echte. Een mededeling. Jullie hebben het al gezien, de BV is geklapt. Ja, de BV bestaat niet meer. Ik heb de BV bij deze opgeheven. Ik had al een video gemaakt waarin stond dat ik tot 8 uur de tijd gaf. Tot 8 uur vanavond de tijd gaf. Om te praten, om te kijken dat het nog goed kwam. De betreffende persoon heeft mij geblokkeerd. Betreffende persoon heeft mij geblokkeerd. En dan doet er vervolgens doet er niemand iets. Niemand iets. Je hoort de hele dag hoor je niks. En je wordt gewoon aan je lot overgelaten. Dus ik heb bij deze de BV opgeheven. De BV bestaat niet meer. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben het zat. Als mensen nog huichelaarachtig mij blokkeren, terwijl ik juist wil dat het opgelost is, dan gaan ze mij blokkeren. En dan geldt mij niks anders dan diegene ook te blokkeren en alles te verwijderen. Daarom dus geen BV meer, geen BV. Bij de hoofdtitel zien jullie ook bij bevriende kanalen één kanaal minder. Dat heeft dus ook ermee te maken. En wat dat betreft is het gewoon afgelopen, klaar, uit, over. Ik probeerde nog een verzoening te doen om mensen weer bij elkaar te brengen. Dat het weer goed komt, dat er weer gewoon normaal, ja, dat er weer gewoon normaal een gesprek aan kunnen gaan. Maar het zijn allemaal kindjes, zijn het allemaal. En als je dan wil met een verzoenend gesprek om het weer goed te maken en dat alles weer goed komt, dan blokkeren ze je. Dan ben ik er gewoon helemaal klaar mee. Ik heb de afgelopen paar dagen alleen maar problemen, ruzies en andere rotzooi moeten opruimen. En dat ging ten koste van mijn kanaal. En daar pas ik voor. Daar ben ik klaar mee. Dus wat dat betreft, ik heb inmiddels 3 mensen eruit geknikkerd. En ik heb de BV opgeheven. De andere 2 treffen geen blaam, want die zijn hier niet voor verantwoordelijk. Joost en Ramon, jullie zijn niet verantwoordelijk. Wees niet bang dat ik boos op jullie ben. Op jullie ben ik niet boos, maar wel op 3 andere figuren. En dan weten jullie wel wie. Dan kan je zelf wel invullen wie ik bedoel. Dat mag hun zelf invullen. Ze zijn toch zo ontzettend groot en ontzettend stoer zijn ze. Maar een normale, gewone ruzie oplossen, dat kunnen deze kleine kindjes niet. Want dat is gewoon te moeilijk voor ze. Dus wat dat betreft, ik heb gewoon daarom heb ik dus de BV opgeheven. Dat betekent niet dat er geen filmpjes meer komen. Er zullen altijd nog filmpjes komen. Natuurlijk ook Feyenoord vlogs met gewoon Joost, met Ramonski. En voor de rest is het gewoon over, klaar en uit. Ik ben er helemaal klaar mee. Het is inmiddels 4 uur geweest en ik ben er gewoon klaar mee. Ik denk dat ik nog heel eventjes naar Ramon gaat, als het lukt. En anders vanavond even naar Ramon gaat voor de instellingen van Grand Theft Auto 5. Want dat heb ik nog helemaal niet kunnen vertellen door alle prikkelen. Ramon heeft een PlayStation gekocht. Ramon heeft Grand Theft Auto 5 gespeeld. Dus er zullen ook binnenkort ook livestreams zijn. Waarschijnlijk zal er ook livestreams zijn met Ramon. Die ook aan het gamen is. Hartstikke leuk. Weer een nieuwe speler erbij. Morgen komt de 12 uur stream. En dan gaan we lekker 12 uur lang gaan we Grand Theft Auto 5 spelen. Kan ik lekker mijn zinnen verzetten. Morgen komt ook de vlog van het tripje naar het buitenland. Dus ook zeker weten morgen kijken op mijn kanaal. Vandaag is de Spijkenissenvlucht nog met de oude instelling online gekomen. Dus ik zou zeggen, jongens, kijk ook eventjes naar de Spijkenissenvlucht van vandaag. En dit was even de mededeling. Ja, ik kan het helaas niet mooier maken dan dat het is.
Maar ik heb nog geprobeerd, ik heb alles nog geprobeerd om het goed te maken, maar het wordt niet gewaardeerd. Dus ik heb bij deze, heb ik me eigenlijk teruggetrokken. Ik zit ook niet meer op Skype. Ik ben er helemaal voorlopig klaar mee. Ik zal ook niet meer op Skype reageren. Ik ben er helemaal klaar mee en het is over en uit. Wat dat betreft is dit het einde van de video. Ja jongens, sorry. Ik kan er verder niks meer van maken. Helaas.